Boca. Daar is de TVV mee. Torun Ariga. Mitrovic. En Ito pikt op. Wauw, dat is knap gedaan van Ito. De controle en het seine trilt. Het is de verkeerde kant, dat wel. Smets voor Godot. Er is wat ruimte op de linkerflank bij Boca. Wil een keertje buitenom. Boca komt er als winnaar uit. Nog altijd is de voorzet niet gekomen. Wel de aflegger. En de Lorge met een poging. Dat is doelpoging nummer 6 van STVV. Koita is nog aan het uithijgen. En brengt deze corner voor. En dan is misschien daar de gelegenheid voor de 0-1. Een volwassen doelpoging. Die is er nog niet geweest. Nu dan. Daar is de eerste doelpoging voor Agent op een presenteerblaadje. Dat is een goede pas binnendoor. En Ito pikt op. Ito, een bal die afwijkt. En dan is er nog een parade nodig van Roef. Want Fernandes Pardo. Met de regelmaat van de klok heeft hij toch laten zien dat hij snelheid heeft. En kijk, heeft hij voor een assist gezorgd. En is het toch een beetje verrassend dat de openingsgoal in deze partij er eentje voor de thuisploeg is. Na een hele moeilijke eerste helft heeft Samoise de Buffalo's toch op voorsprong gebracht. En kijk, de aandacht gaat nu al uit naar Lolo, naar Laurent de Poitre. Maar het was wel degelijk een fantastische inspanning van Fernandes Pardo. Dat is knap van Gandelman, die daar even werd aangeraakt. Maar toch nog zijn paas richting Brand kan versturen. Misschien de Poitre zoeken. Nee, het is een goal. Nee, het is buitenspel. Er is al wel de juichende Fernandes Pardo. Omdat hij goed gemaakt wat er in de eerste helft fout liep. Goeie paas op Brown. En dan is misschien nog een mogelijkheid voor de Poitre. Stel je voor, wat doet Godot ermee? De Poitre zoeken, zou ik zeggen. Ah, vreemd. Dat hij daar voor eigen succes gaat, Brown. Vrij trap voor Agen. Door Hong aangesneden en eigenlijk door Watanabe. Maar binnen te koppen, zou je zeggen. Daar kan u voor stemmen via de gloednieuwe Jupiler Pro League app. Tja, maar nu de keuze, maar Suzuki gaat daar wel de mist in. En wie is er uiteindelijk de man die scoort? Dat is toch Fernandes Pardo geworden. Dan is alles helemaal vergeten. Hij heeft wel iets, hè. Ligt op de loer. Heeft alleen... Heeft niet alleen snelheid. Maar dit was een misser van Suzuki. Scherpt goed af. Die paas mag er ook zijn voor Sonko. Goede snelheid bij Sonko. Kapwerk en plaatsen. En oef. Nu wel een goede redding van Suzuki. Daar is het laatste fluitsignaal. Agent heeft zijn status van favoriet in de Europlay-offs.